Hallo, ik ben Geert en dit is de preview vlog van krant nummer 2 die op donderdag 31 januari bij u in de bus valt. Koning Winter bracht sneeuw in de Haagse Beemden. Wij maakten daar een mooie reportage van. Op 21 januari was het weer Blue Monday, de depressiefste dag van het jaar. In de column van Sanne kunt u lezen waarom dat is en waarom ook niet. Gelukkig is die dag al lang achter de rug, dus het kan alleen maar beter worden. De Blue Monday werd om 6 uur 's ochtends ingeluid door een enorme bloedmaan, pal boven de Haagse Beemden. Het was dus eigenlijk een rode maandag. Speciaal voor deze vlog hebben wij de wekker op 5:30 gezet, om deze hemelse zeldzaamheid voor u vast te leggen. En op woensdag was het ook spannend in de Haagse Beemden. Het wijkplatform adviseert de gemeente over het verstrekken van subsidies voor sociaal-maatschappelijke initiatieven. Omdat de subsidieaanvragen vaak niet goed doorkwamen, is besloten een extra vergadering in te lassen, waarbij voorstellen voor een nieuwe aanvraagprocedure werden gedaan. De mensen vlogen elkaar verbaal in de haren. Er werd gescholden en bedreigd. Ze gingen vreselijk tekeer. In sociaal-cultureel centrum Het Kraaienest is tot en met 20 februari een prachtige expositie van diverse kunstenaars te zien. In de krant een interview door Nelleke met René Sandbergen, die onder meer het schilderij van de Heilige Koe heeft geschilderd. De expositie is echt een aanrader. Op de voorpagina een verslag over de Haagse Beemdenlopers. Heel bijzonder, onze verslaggeefster Petra liep zelf mee. Jawel, complimenten! Zo, dat was hij dan weer. De preview van krant nummer 2, die op donderdag 31 januari bij u op de mat valt. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken en natuurlijk tot de volgende keer. Doei!